De heer Baudet, of geeft u de heer Van Houweling het woord? Nee, ik neem zelf het woord, dank u wel. Ik heb een vraag aan professor Cliteur. Professor Van der Meer zegt, het zijn in de praktijk inderdaad vaak meerderheden die de democratie geleidelijk aan afschaffen. En dat bracht mij op de overweging die ik graag aan u wil voorleggen, professor Cliteur. Is het niet zo dat wij op dit moment in feite een meerderheid zien in de Tweede Kamer van extremistische partijen? Het zijn partijen die de soevereiniteit van Nederland willen verminderen, die inderdaad een voorstander zijn van de directe doorwerking van internationale globalistische rechtsregels die de democratie kunnen overstemmen. Ze negeren de uitslagen van referenda. Ze hebben zelfs het referendum afgeschaft. Ze hebben systematisch de grondrechten van minderheden geschonden in de coronatijd bijvoorbeeld. De lichamelijke integriteit niet gerespecteerd. Ze willen oppositiepartijen mogelijk verbieden. Ze stellen censuur in op sociale media en een publieke omroep die hen niet welgezind is, willen ze ook uit het bestel hebben. Professor Cliteur, worden wij niet geregeerd door een extremistische meerderheid die eigenlijk misschien wel op grond van deze wet zou moeten worden verboden? Dank u wel voor uw vraag aan de heer. Als publiek geef ik wel aan, u mag luisteren en dit allemaal aanhoren, maar we gaan niet applaudisseren. Dat kunt u aan de achterkant van het raam doen. Dan resteert nog de vraag van de heer Baudet, als ik mag, over de vraag of er niet heel veel extremistische dingen gebeuren tegenwoordig in de politiek. En je niet daardoor de facto toch extremistische partijen hebt. Ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe je extremisme wilt definiëren. Ik geloof dat vanmorgen dat ook aan de orde is geweest. Er wordt over het algemeen een onderscheid gemaakt tussen radicalisme en extremisme, waarbij bijna een extremisme het gaat om geweld. En daar wil ik toch eigenlijk de ambtsgenoten van de heer Baudet niet van beschuldigen. Dus ik zou ze geen extremistische partijen willen noemen. Maar er worden wel hele radicale voorstellen gedaan. En deze wet op de politieke partijen is een heel radicaal voorstel dat u allen te denken zou moeten geven.